Ja, jullie hebben hier in de gemeente Bergendal speciaal vervoer geregeld voor mensen die willen stemmen. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, wij hebben vrijwilligers bereid gevonden om mensen die niet mobiel zijn en die zelf niet naar het stembureau kunnen komen, om die de gelegenheid te geven om met de vrijwillige vervoersdienst hier te komen. En wat voor vervoersdienst gaat dat dan? Nou, wij hebben bijvoorbeeld Automaatje in onze gemeente en dat is dus een hulpmiddel. We hebben de Toek-Toek in Bergendal. Daarmee kunnen mensen vervoerd worden. En we hebben in Millingen in de polder ook nog een vervoersdienst van vrijwilligers. En die kunnen mensen gewoon benaderen om gratis naar het stembureau gebracht te worden. En was er veel vraag naar vanuit de bewoners? Nou, het is vooral om te kijken, voor ons voor de eerste keer, om te kijken, nou, hoe gaat dit nu? En er wordt best wel gebruik van gemaakt, dus dat is hartstikke leuk. En is het iets waar de gemeente zich hard voor maakt om toch ja, bereikbaar te zijn voor iedereen? Ja, vooral we hebben natuurlijk toch te maken met vergrijzing ook. En als mensen minder mobiel worden, is het toch heel fijn als ze nog iemand kunnen inschakelen die hen naar het stembureau wil brengen als je niemand in je eigen netwerk hebt die dichtbij is.